Hallo, aankomend weekend gaan we knutselen voor Pasen. En ik ga je nu vertellen wat we gaan maken en wat we nodig hebben. We gaan een kip en een kuiken maken. In de kip kan je met de paasbruns je ei zetten. Dat is hier achterin. En het kuikentje kan je gewoon gebruiken voor decoratie of op de paastafel of voor in een leuk paasstukje. En wat hebben we daar allemaal voor nodig? Een lege doos van de eieren. Het maakt niet uit welke, je kan ze eigenlijk allemaal gebruiken. Verf, verschillende kleuren. Een bordje om het verf op te doen. Natuurlijk één of meerdere kwasten. Een bakje waar je de kwast in kan uitspoelen. Dit kan ook gewoon een leeg potje zijn die je met eten koken heeft gebruikt of iemand anders. Dus dat maakt allemaal niet uit wat je gewoon fijn vindt of in huis hebt. Lijm. Deze lijm is gewoon net als de verf, is van de Action. Daar kan je dat gewoon kopen, maar ook gewoon andere winkels hebben ook verf of lijm. Net wat je in de buurt hebt. En misschien heb je thuis nog wel wat liggen in de knutselkast. Dus kijk daar eerst en als je het niet hebt, kan je het altijd nog even kopen. Verder heb je oranje karton nodig en rood karton. De rode karton is voor het kuifje bovenop de kip. En voor de snaveltjes bij de kip en het kuikentje heb je oranje nodig. Verder kan je nog verschillende soorten wiebeloogjes gebruiken. Die hebben ze ook gewoon bij de Action te koop. Je hebt ze in het wit en in kleurtjes. Dus gewoon wat je het fijnste vindt. En natuurlijk heb je veren nodig. Dat is ook gewoon bij de Action te koop. Dus de koep kies je gewoon een leuk kleurtje en die gebruik je. En het belangrijkste wat we nog vergeten om te gebruiken. Een schaar. Dus nou, als je dit allemaal hebt klaar liggen voor volgende week, dan kan je gezellig meedoen. Ik hoop dat je meedoet. Doei!